te vertellen natuurlijk. Ik ben op apart nummer gebeld. En is voorgedaan als psycho. En wil ik ook vast bij zeggen, kijk er mij uit. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Anna Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Net even ding gedaan achter de computer. En ja, nu in ieder geval lekker wakker. Wat ik ga doen is lekker een bakje koffie zetten, wat ik heel vaak doe in de ochtend. En als ik wakker word. Dus ik hoop dat we een beetje wakker worden. Het is natuurlijk nog donker, zoals jullie zien. Maar ook weer mooi licht die hier daar zo zit. Dat is ongelooflijk mooi, wat ik heel vaak over heb. Ik kan er gewoon zo van genieten van een wolken wat lucht dat heel apart is. En ik zag een keer toevallig op Facebook voorbij komen dat iets met over een maanwand ook nog iets was. Maanverduistering of zo. Maar het maakt niet uit. Dus dat is wel allemaal mooi om te zien. Ik ga nu maar even kajasje ik nu al eten geven. Want ik heb vast wel honger. Ja, kan je? Zo. En dan ga ik even wachten op koffie. En dan ga ik lekker koffie drinken en dan lekker wakker te worden. Laten we dat even doen. Ik was trouwens ook al een paar keer wakker geworden. Ik heb niet echt heel goed kunnen slapen trouwens. Maar het kan ook een keer gebeuren dat je slecht slaapt. Voor de volgende dag beter. En ik schrok trouwens eerst, zoals ik vergeten te zeggen. Ik deed gisteren de deur open om naar de groep te gaan. Ik schrok gewoon letterlijk van deze tas. Want die hangt aan mijn deur. Omdat ik boodschappen heb gedaan voor de groep natuurlijk. Maar ik schrok me kapot. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ik zeg dag en verpasje. Kom maar gauw. Zo, koffie is gezet. Alles zit erin. Zo, dan ga ik lekker van mijn bakje genieten. En lekker radiotje aanzetten. Ik ben nu thuis gekomen. Ik ben gaan lekker een bakje drinken, koffie. En het eerste wat ik hoorde als is gemauw aan mijn oren. Want waarom? Ganja, die wil eten. Hè, Ganja? Boef? Ja, hè? Jij wil eten. Dus die ga ik even eten geven. Oh, heerlijk lekker gewerkt. Ik heb was later dan normaal en dit van hier lekker. Ganja eten geven. En dan, ja. Naar mijn bokje koppie! Dan ga ik. En dan een heerlijk lekker kerstmuziek luisteren. Is ook het lekkerste wat er is. Ik geniet er gewoon letterlijk van om lekker kerstnummers te luisteren. Mijn lievelings gewoon. Ja, dat is gewoon het lekkerste wat er is. Eigenlijk kerstmuziek. En dan ga ik dadelijk vanmiddag ga ik wat doen. Maar dan ga ik jullie nogal wat vertellen. Maar dan gaan jullie nogal horen. In ieder geval eerst even bijkomen van het werken. En dan ga ik vanmiddag wat doen. Er zijn een paar dingen. Sowieso voor mensen die het niet weten. De eerste is natuurlijk mijn pak halen. Ik heb mijn pakjes opgehaald, eindelijk. Zo. Echte achter hoe ze het allemaal doen, regelen daar ze. Een soort van lijkt wel vergeetachtig niet meer, maar het kan gebeuren. Maar gewoon grappig. Maar ik vind hem wel dat hij helemaal goed uitziet. Ja, en dan ga ik dan met kerst dragen natuurlijk. Wel logisch. En Ganja's haar heeft fijn eraf in ieder geval. Dus dat scheelt. Maar ja, en nu lekker richting huis toe, ga ik even deze ophangen gelijk. En dan laten we dat gelijk ophangen. Deze bij mijn pak, om zo te zeggen. Wat te vertellen natuurlijk. Ik ben op apart nummer gebeld. En is voorgedaan als psycho. En wil ik ook vast bij zeggen, kijk er mij uit. Want ik ben gewoon door fraude benaderd. En dat is niet goed. Dus, maar ja, wat ik ook nu aan het doen ben, is lekker biefstukje maken. En ga ik jullie lekker knabbelen. En dan ga ik lekker van genieten. Maar het zit zo. Er is voorgedaan dat een partijtje van, je hebt KPN en Ziggo. En nog meer meerdere. Een Ziggo, ik wil dus hier niet naar beneden halen. Ik heb de moeder over gebeld en de moeder heeft een Ziggo. Heeft dat benaderd. Dat wil ik gewoon even meedelen. Kijk er mee uit. Want let op door wie je gebeld bent. Want Ziggo gaat niet zo op
aparte nummer bellen, gewoon het letterlijk zelf nummer informatie. Dus, maar gewoon heel apart hoe het zo aan de hand is. Maar, heel lang verhaal eigenlijk is het eigenlijk gezegd. En wel bizar, een raar verhaal. Maar laten we zo zeggen, als je meestal Ziggo belt of wat dan ook, krijg je gelijk een bandje of wat dan ook van, je hoort doorvermonden bla 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 bla. Deze gelijk van, dit is Ziggo. Dus dat vond ik al apart. Ik wil even pakken en dat is kruiden, namelijk. Zo. Want ik wil even lekker kruiden op mijn biefstuk. En dan voer ik erbij. En tussentijds ga ik een beetje bijkletsen met jullie. Maar het is een heel apart verhaal. Het is wel heel belangrijk, ook voor mensen met beperking, die kunnen daar niet echt in de gaten houden. Maar check, goed nummer. Wat ik altijd meestal doe, bel nooit. Neem nooit, dat wou ik zeggen. Neem nooit telefoonnummer op die je nooit kent. Dus dat heb ik ook gedaan. Nou, ik heb soort van wel teruggebeld. Ik hoorde dat gelijk. Dit is van Ziggo. Ik heb gelijk opgenomen, want dat klopte niet. En wel een heel lang verhaal, gewoon wat ik al zei. Maar ja. Ik blokkeer altijd die nummers, namelijk. Dus ik heb die nummer ook nu geblokkeerd. Gisteren was ik namelijk bijna rond half twee was ik ook door die nummer gebeld. Maar ze kunnen me niet meer bellen, want ik heb ze geblokkeerd. Dus lekker puh. Maar vraag ik me alleen af, hoe komen ze aan mijn nummer? Ja, dat weten jullie niet, denk ik. Ik vooral niet. Ik zou eigenlijk best wel willen weten. Aan de andere kant ook weer niet. Ik denk van, oké, boeien. Want ja, ik ben bang. Ja, ik bedoel meer te zeggen van, dadelijk gaat mijn nummer helemaal de wereld rond. Dat wil ik niet hebben. Dat is meer de punt, hoe komen ze aan mijn nummer? Dat is de punt daarvan. En ja, dan weten jullie het hele verhaal in ieder geval. Maar in ieder geval, nu even lekker biefstukje maken. Even wat lager zetten, om lekker kruiden op te doen. Zo. Ah, dat is altijd lekker, gewoon biefstuk met kruiden. Vooral met knoflook, al stinkt het best wel. Zo. Die heb ik gehad. Die ook. Zout erop. Niet te veel altijd natuurlijk. Laat ik hem even zo gaan. En dan ga ik de andere kant ook even lekker laten knabbelen. Of ik kan hem vast omdraaien. Zo. Zo. En dan ga ik de naam nog een keer omdraaien, want... Zo, ook weer gebeurd. En dan draai ik weer om, terug, want het zit nou lekker op. En daar ook, hoppakee, in een kluiscase. En dan ga ik zo lekker van het biefstuk genieten met lekker een stukje. Hele aardig schoongemaakt, gelukkig. Even, moet even gebeuren. Wat ik allemaal ga doen, ik heb hier allemaal enveloppen, post. Dan ga ik volgende week in de brievenbus doen en gewoon naar personen die hier in de buurt wonen ga ik opsturen. En ineens zo baggen weer. Ook nog. Toch? Oh nee, het gaat een auto open. Jawel, regent wel. Ik zie een auto die heb eruit te wisselen aan. Dus het regent wel buiten. Maar oké. Ik ga het klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. En dan ga ik lekker slapen. En elke keer als ik gordijn er dicht doe, gaat hij echt hier bij de prullenbak vastzitten. Dan moet je elke keer soort van tussen proppen. Dus, en wat ik al zei, ik ga lekker een beetje opzoeken. Ik ga alleen even YouTube kijken en dan ga ik lekker mijn nest in. Dus wat ik wil zeggen is tegen jullie dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je mee abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in groen heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Ik ben onderweg richting de kapper, want ik ga mijn haar even knippen. Zo, ik heb, moet even gebeuren. Die dag, het is mijn feestdagen. Ga ik voor die feestdagen even naar de kapper. En ja,
dit even snel even een leuke lusje te krijgen.